Hallo, hier is Derre weer. Vandaag in het Week tegen het Pesten. Dan gaan wij achter de schermen kijken van het Week tegen het Pesten. Kijken jullie mee? Oh ja, vergeet jullie niet te liken en te abonneren. We zijn in Utrecht, we zijn bij het gebouw, dus we gaan nu naar binnen lopen. Ik ben vandaag bij de stichting School en Veiligheid om wat vragen te stellen over en bij het Week tegen het Pesten. Ik zit hier naast Marijke. Stel ons even voor. Hi Darren, het is superleuk dat je er bent. Mijn naam is Marijke van der Zalm en ik werk bij Stichting School en Veiligheid. En ik werk onder andere voor de Week tegen Pesten en daar kom je vandaag voor, hè? Ja. De eerste vraag, hoe is de Week tegen het Pesten ontstaan? Nou, de Week tegen Pesten is eerst in België ontstaan. Daar doen ze de Week tegen Pesten al sinds 2005. En sinds 2014 doen we de Week tegen Pesten ook hier in Nederland. En dat doen we omdat we pesten echt een serieus probleem vinden. Wat nog steeds helaas heel vaak voorkomt op scholen. Maar waarvan we weten dat dat wel heel pijnlijk is voor kinderen. En dat je van pesten je heel verdrietig kan voelen. Of eenzaam of onzeker. En we weten helaas ook dat kinderen die lang gepest worden, dat die daar soms ook heel lang last van kunnen hebben, zelfs als we volwassen zijn. Nou, dat vinden wij heel erg, dat willen we natuurlijk niet. Dus we willen echt heel graag en we vinden het heel belangrijk dat kinderen met plezier naar school kunnen gaan en dat ze zich veilig voelen in de klas. En daarom organiseren we de Week tegen Pesten. Wat vind jij daarvan, dat we dat doen? Ik vind het wel superleuk, alleen ik vind het wel jammer dat niet heel veel scholen er ook aan meedoen. Ah, nog niet alle scholen. Ja. Nee, dat klopt. Gelukkig is het wel steeds bekender. Nou, hopelijk kunnen we met jouw filmpje zorgen dat nog meer scholen mee gaan doen. Ja. Waarom is het maar één keer per jaar de Week tegen het Pesten? Dat is echt een goede vraag van jou, want die krijgen we wel vaker. En we weten natuurlijk ook wel dat we helaas het pesten niet in één week kunnen oplossen. Dat zouden we wel willen, maar dat gaat helaas niet. Toch organiseren we deze week om te zorgen dat er in deze week wel extra aandacht is voor pesten. En vooral ook voor hoe je fijn met elkaar omgaat. Want we weten dat het juist begin van het schooljaar heel belangrijk is in klassen. Dat er veel aandacht wordt besteed aan dat kinderen elkaar goed leren kennen. Maar ook aan het maken van afspraken van hey, hoe zullen we dit schooljaar met elkaar omgaan. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een leuk en fijn schooljaar heeft. En daar helpt de Week tegen Pesten bij. En eigenlijk hoe beter je dat begin van het jaar voor elkaar hebt. Ja, hoe meer je daar eigenlijk de rest van het jaar ook aan hebt. Natuurlijk blijft het wel belangrijk dat de scholen ook na deze week nog van alles daaraan blijven doen, hè? Want één weekje is niet genoeg. Nee. Hoeveel mensen zijn er binnen de stichting actief om pesten tegen te gaan? Bij Stichting School en Veiligheid werken ongeveer 40 mensen. En die houden zich niet allemaal alleen maar met pesten bezig. Maar we vinden het wel allemaal super belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school. Mm-hmm. Dus daar zijn we wel allemaal heel hard mee bezig. En daar helpen we vooral de scholen bij. Dus dat gaat er dan over dat kinderen zichzelf kunnen zijn in de klas. Of dat je een andere mening mag hebben, of dat je er anders uit mag zien. Dat je bijvoorbeeld zelf mag weten op wie je verliefd wordt. Nou, dat zijn dan allemaal dingen waar wij de juffen en meesters bij helpen, hoe ze dat veilig kunnen laten gebeuren in de klas. En dan hebben we 6 mensen met wie we de Week tegen Pesten organiseren. Hier in de organisatie. Maar we hebben wel echt heel veel mensen, ook buiten onze organisatie, die ons daar ook wel weer een beetje bij helpen. Die bijvoorbeeld ons helpen met lessen maken voor de Week tegen Pesten. Dat is echt heel fijn, daar zijn we super blij mee. En natuurlijk ook zoals jij. Jij gaat ook aandacht geven aan de Week tegen Pesten. En dat zijn allemaal dingen, dat helpt ons heel erg, dus dat is super leuk. Hebben jullie ook ambassadeurs? Nou, die hebben we nu nog niet, maar daar hebben we het wel al een paar keer over gehad met elkaar. Dat ons dat super leuk lijkt om wel te gaan doen. Dus we waren eigenlijk heel benieuwd, heb jij tips voor ons? Zou jij iemand weten waarvan je zegt, dat zou nou echt een goede ambassadeur zijn? Ik weet niet even 1, 2, 3, maar ik denk dat het wel slim is om wel een ambassadeur te hebben die dan bijvoorbeeld wat geld inzamelt voor deze stichting om meer uit te breiden. Mm-hmm. Om meer te doen en dat het ook vaker op scholen komt. Dat scholen nog vaker mee gaan doen of meer scholen mee gaan doen. Ja, meer scholen en ook wat vaker mee gaan doen. Precies. Ja, hoe bekender het wordt. Ja, wij denken ook dat met ambassadeurs heel leuk is, hè? Want dan kunnen die ook een beetje reclame voor ons maken en laten weten dat wij er zijn. Gelukkig zijn er al wel heel veel mensen die de Week tegen Pesten kennen. En ook wel heel veel mensen die dan iets gaan organiseren voor de Week tegen Pesten. Of dat niet alleen scholen meedoen, maar ook sportclubs of BSO's. Of een paar jaar geleden bijvoorbeeld zelfs de politie meedeed met de Week tegen Pesten. Dus daar zijn we wel heel blij mee dat steeds meer mensen het kennen. Maar als iets nog daarin kan helpen, dan vinden we dat natuurlijk altijd goed. Ja, en wij gaan ook gewoon met de politie. Echt? Ja.
In de week tegen pesto? Ja. Oh, wauw. Wat superleuk. Ja. Die willen meewerken daar ook ja. aan. Wat goed zeg. Jullie werken met thema's. En hoe verzinnen jullie die thema's en beginnen deze tot uitvoeren? We gaan altijd proberen een thema te bedenken wat op dat moment ook... Het is een beetje een moeilijk woord, maar wat op dat moment ook actueel is. Dus daarmee bedoelen we dat het ook echt nu aan de orde is. Mm-hmm. Bijvoorbeeld iets wat vaak in het nieuws is. Of iets waarvan we weten dat scholen daar veel mee te maken hebben. Wat we dan vaak doen is dat we 3 thema's bedenken. En dan mogen de scholen stemmen op het thema. En dan gaan we kijken, nou, welk thema willen de scholen het liefst. En daar gaan we dan mee aan de slag. En dit jaar is dat het thema goed voor elkaar. En dat is ook gekomen omdat scholen ons eigenlijk vertelden dat er tegenwoordig best wel veel kinderen zijn die het lastig vinden om rekening met elkaar te houden of om op een fijne manier met elkaar samen te leven. En daar gaan we dan met dit thema mee aan de slag dit jaar. Ja. Zodat iedereen hopelijk een beetje beter wordt voor elkaar. Hoe bereiken jullie het publiek en welk medium gebruiken jullie daarvoor? Ja, we willen natuurlijk superveel scholen bereiken, omdat we het heel belangrijk vinden dat zoveel scholen meedoen. En wat ons gelukkig daarbij helpt is dat veel scholen, maar ook heel veel andere mensen het thema pesten heel belangrijk vinden. Eigenlijk is er niemand die zegt, nou pesten, dat moeten we aanmoedigen. Dat vinden we zo leuk, dat er zoveel wordt gepest op scholen, dat willen we graag. Nee, iedereen is eigenlijk wel tegen pesten en dat helpt ons gelukkig heel erg. En ook wel dat we het al best wel een tijdje doen, want we doen het nu voor de 10e keer. Dus gelukkig kennen veel mensen ons. We doen natuurlijk heel veel dingen op sociale media, maken advertenties voor scholen. We hebben ook wel eens alle scholen in Nederland een brief gestuurd met de posters. Dus achtergrond zien jullie hier bijvoorbeeld ook posters. En vorig jaar zijn we op de televisie geweest. Ik weet niet of je dat toen gezien hebt, maar toen waren we in het Jeugdjournaal en ook op het RTL Nieuws. Dus dat is natuurlijk helemaal gaaf, want op televisie dan zien echt heel veel mensen over de week. Ja. Dus zo hopen we dat de Week tegen Pesten steeds bekender wordt. En kunnen kinderen die gepest worden bij jullie terecht? Ja, dat kan zeker. We hebben voor kinderen die gepest worden, hebben we PestWeb. Dat is een website van de Stichting School en Veiligheid. En daar is heel veel informatie op te vinden voor kinderen op de basisschool, maar ook op de middelbare school. Bijvoorbeeld voor als je gepest wordt, maar ook als je ziet dat iemand anders uit de klas gepest wordt. Kan je eigenlijk allemaal tips op vinden en filmpjes wat je dan zou kunnen doen. Er staan ook ervaringsverhalen op van kinderen die dan te maken hebben gehad met pesten. En die gaan dan vertellen wat hun bijvoorbeeld heeft geholpen om het pesten te stoppen. Dus nee, dat kan zeker. Alleen als je echt iemand wil spreken over pesten, want dat kan soms ook wel fijn zijn. Hè, dat je niet alleen maar op internet kan lezen, maar misschien ook met iemand over wil praten. Dan kan je dat bijvoorbeeld doen met de kindertelefoon. Ja, dat heb ik ook vaak gehoord. Oh ja. Ja, daar kunnen kinderen dan mee bellen of mee chatten. En daar werken wij ook wel mee samen. Dus dat is ook een hele goede plek waar kinderen terecht kunnen. Heb jij nog tips waar kinderen terecht kunnen? Misschien heb jij een goed idee. Een politiewebsite. Kan je ook met politie praten over waarom je gepest wordt of wat doet pijn en wat er gebeurt allemaal. Ja, klopt. Die hebben ook een website waar je dat soort vragen kan stellen. Dat is goed. Ja. En ik hoop natuurlijk dat heel veel kinderen gewoon ook op school terecht kunnen, want dat zou natuurlijk de belangrijkste plek zijn. Ja. En natuurlijk thuis bij hun ouders. Zou iedereen school in Nederland mee moeten doen met het Week tegen het Pesten? Wat vind jij? Ik vind van wel eigenlijk. Ik ben het helemaal met je eens. Ik vind dat ook. Nee, ik vind ook echt dat zoveel mogelijk scholen mee moeten doen, of eigenlijk liefst natuurlijk alle scholen. Maar goed, we kunnen de scholen helaas niet verplichten, maar we doen daar wel heel hard ons best voor, hè, dat heel veel scholen meedoen. En dat vinden we ook super belangrijk, want helaas weten we dat de cijfers van pesten ook weer een beetje zijn gestegen. Dus dat weer wat meer kinderen worden gepest. Dus ja, moeten we daar heel hard met elkaar aan werken. Wat als je school niet meedoet met het Week tegen het Pesten, maar jij vindt dat ze mee moeten doen? Wat zou je dan kunnen doen? Dat is best wel een moeilijke vraag. En ook wel jammer natuurlijk als je school niet meedoet. En ik hoorde jou al zeggen, nou ik vind dat echt alle scholen mee moeten doen. Nou dat vind ik ook. Maar er zijn inderdaad sommige scholen die het niet doen. Wat soms dan wel kan helpen is dat op elke school werkt iemand, een juf of een meester, die zich met pesten bezighoudt op school. En dat moet ook van de wet. Elke school moet zo iemand hebben. Dat noemen ze met een moeilijk woord vaak een aanspreekpunt pesten. Of soms op school ook wel een vertrouwenspersoon. En daar kunnen kinderen en ouders dan terecht met al hun vragen over pesten. En ik denk dat het soms wel kan helpen als je dan naar zo iemand toe zou gaan. Maar dat kan wel een beetje spannend zijn, denk ik. Dus misschien als iemand dat zou willen doen, dat je dan een vriend of vriendin mee kan vragen. Of misschien willen je ouders wel helpen dat je eens naar zo iemand toe gaat. Van, hé, kennen jullie de Week tegen pesten eigenlijk al? Of waarom doen jullie niet mee? En dat je dan de school een beetje kan proberen te enthousiasmeren om mee te doen.
Ja. Want de weektechtmensen zijn eigenlijk heel leuk voor scholen, want ze kunnen allemaal gratis leuke lessen doen en ze kunnen de mooie poster bestellen. Scholen of juffen en meesters kunnen ook webinars volgen bij ons over pesten. Dus misschien kan dat dan helpen als je naar zo iemand toe gaat. Ja. Vind jij dat een goede tip of heb jij nog andere tips? Wat ik heb gedaan, dan werd ik gepest. Dan zei ik wel tegen mijn ouders en ook tegen de juf. Maar eigenlijk deed mijn juf en mijn ouders op die dag helemaal niks aan. Die zeiden, die helpt me wel, maar die deed niks. Maar toen voor mij is het weggaan omdat ik heel in mijn klas erover heb gepraat. Met iedereen wist het. En nu ja, ik word ook bijna niet meer gepest. Oh, en vaak als ik word gepest, dan ga ik gelijk naar de juf en dan wordt die gelijk aangesproken of dan moet die gelijk naar binnen. Ja. Want dan krijg je een oepsformulier. Oké, en wat is dat dan oepsformulier? Nou, dan krijg je eigenlijk een waarschuwing. En als je bij vier oeps krijg je een gele kaart. Ja. Bij twee gele kaarten krijg je een rode kaart en dan word je geschorst. Ah, dus er zijn nu wel hele duidelijke afspraken op school over hoe er met pesten wordt omgegaan. Dat is wel echt belangrijk, hè? Het is echt naar als je wordt gepest, hè? Ja. Heb jij nog tips voor kinderen die dan gepest worden? Wat zou kunnen helpen? Praat met je ouders of met de juf erover. Ja. Of met kinderen uit je klas. Precies, dat ze ook weten hoe dat is. Hè? Ja. Ja. Nee, dat is de beste tip die je kan geven. Praat erover, hè? Want dan kan je iemand zoeken die jou ook daarbij kan helpen. Want vaak is het heel lastig om het alleen op te lossen. Ja. Dus als je iemand hebt die je vertrouwt, dan kan zo iemand je vaak wel helpen. Ja. Goeie tip van jou. Dank je. Weet je nou een beetje alles over de week tegen pesten? Of heb je nog andere vragen? Ja, en heb je ook lessen waar je meer weet over de week van pesten? Dus les op school? Ja, zeker. We hebben een hele website, weektegenpesten.nl. En daar staan allemaal gratis lessen op. Voor de basisschool en voor de middelbare school. Die juffen en meesters in de klas kunnen doen met de kinderen. En die gaan dan allemaal over het thema van dit jaar, over goed voor elkaar. Dat zijn wel leuke spelletjes. Of er komt bijvoorbeeld ook een filmpje op te staan die je met de klas kan kijken. En dat je daarover met elkaar in gesprek kan. Dus een heleboel. Ik ben er geweest. Ik vond het super leuk. Nogmaals allemaal super bedankt voor het kijken van deze video. En vergeet allemaal niet te liken en te abonneren. Dus nogmaals shout-out naar het Week Tegen het Pesten. Dus ik vond het echt nog steeds super gaaf. Dus later.